Als je in de verschillende zangtechnieken duikt, dan kom je daar tegen stemkwaliteiten of stemfuncties. Het is maar net hoe ze het noemen. Dat zijn simpel gezegd manieren waarop je klank maakt. En dan gaat het heel erg om de sound. 1, 2, 3 Zing is een digitale muziekmethode voor de basisschool. En zij hebben deze geluiden in een soort van versimpelde versie teruggebracht. En zij noemen dat de 5 basisgeluiden. Deze geluiden zijn heel erg gebaseerd op geluiden die je op het schoolplein hoort. En ook de hoogte is aangepast. Dus het gaat heel erg vanuit de hoge kinderstemmetjes. En dan leek het mij heel interessant om de komende weken elke week eventjes 1 van die 5 basisgeluiden aan te stippen. Basisgeluid 5. En dan zijn we al aangekomen bij het 5e basisgeluid. En tevens de hekkensluiter van dit rijtje van de 5 basisgeluiden. En dan kun je denken aan, oh wat zijn we blij, we zijn weer lekker bezig, we zijn lekker aan het zingen. Of ik heb vanochtend gesport, of ik heb gewoon heerlijk gechilled. Kortom, ik ben wel heel blij. En ik juich het uit en ik zeg, yay! Je hoort aan mijn sound dat dit eigenlijk een heel, heel vol geluid is. Dikke stembanden. Yay! Nou, oefen het en doe vooral je lijf er ook bij. Lekker juichen. Tatoeage hier, tatoeage daar. Lekker juichen. Succes!